Dat was mijn allereerste auto. Probleem in de motor. Vervolgens was de radio ging stuk. Alles wat er mis kon gaan, ging mis. Baas of dwaas, vandaag gaan we erachter komen. Ik ga meteen beginnen met deze vraag. Wat is je laatste uitgave? Is even kijken. Ik heb dus een wastafel gekocht. Ja, I know, het is super suf. Ik had ook liever gezegd dat ik nieuwe vette schoenen had gekocht. Maar het is niet zo. Hij is matwit en het is dus een kom voor in mijn nieuwe badkamertje. Baas. Wat was je eerste uitgave boven de 100 euro? Dat weet ik nog, want ik was vroeger heel erg gek van Lego. En ik was heel erg gek van video's en films maken. Dus. En je had van Lego dus dat Lego Studios. Ik zag het al wekenlang in de winkel liggen en ik dacht, ik wil dat hebben. En uiteindelijk dus van mijn spaargeld dat gekocht. Er zat een webcam in om de stop-motion video's te maken van de Lego Studio die je zelf in elkaar kon zetten. Dan kon je dus je eigen film maken en dat was super vet. Paas. Wat is je meest favoriete liedje over geld? En die heb ik eigenlijk niet. It's all about the money, money, money. Nou, die dus. Ja, vind ik niks aan. Dwaas. Oké, als je vandaag de loterij zou winnen, wat zou je als eerste kopen? Ja, nou, ik ben gek van vliegtuigen. Dus ik koop sowieso een eigen vliegtuig. En ik zou, denk ik, met mijn hele familie dan naar een hele mooie, exotische bestemming gaan. In dat eigen gekochte vliegtuig. Dus dat lijkt me vet. Dwaas. Wat is je domste uitgave ooit? Dat was mijn allereerste auto. En waarom? Omdat ik per se die auto wilde en op een gegeven moment een soort van tunnelvisie had van ik moet die auto hebben en ik vergat gewoon hem goed te controleren, koppelingsplaten. Ik dacht leuk, ik ga op gas rijden. Nou, die gastank was ook niet goed. Probleem in de motor. Echt alles wat er mis kon gaan, ging mis. Dus een absolute dwaze aankoop. Nooit meer.